Vandaag zijn we bezig met de laatste fase van de inrichting van de binnentuin van het oude stadhuis in Leiden. En daar worden vandaag de bomen en de beplantingen ingehesen en de laatste materialen voor de inrichting van de daktuin. Het was eerst een stadhuis waar onder andere ook paspoorten werden uitgegeven. De binnentuin die op dit moment wordt ingericht was voorheen dus volledig overdekt en toegankelijk voor het publiek. En in de herinrichting is de bouw eigenlijk gestart met het slopen van het dak en de binnenplaats. Zodat er uiteindelijk ook een patiotuin gemaakt kan worden. De patio krijgt een hele groene inrichting. Er komen heel veel vaste planten en boomsoorten in. En daarnaast hebben we nog twee daktuinen boven de patio. Die ook ingericht worden met allemaal groenvoorzieningen. Dus het krijgt een hele groene uitstraling. Er komen een paar cornelius en een aantal tulpenbomen. En de meest markante boom is eigenlijk wel de Amerikaanse tulpenboom. Dat is een vrij grote boom die eigenlijk wordt geplant met een knipoog naar de Hortus botanicus, waar ook eenzelfde soort boom aanwezig is. Het lastige van dit hele project is dat de toegang heel erg beperkt is. Dus dat geldt zowel voor de sloop, de afvoer van materialen, als het inbrengen van nieuwe materialen. En je ziet dat dat alleen met een hoogwerker kan. Dus vandaag worden ook alle bomen en de materialen via het dak ingehesen. Het is allemaal goed voorbereid en de materialen worden zorgvuldig begeleid. Dus dat gaat helemaal goed komen.